eigen defensie moet prioriteit hebben? Ja en nee. Dus ik ga hier genuanceerd antwoord op geven. Maar dat ga ik toelichten. Mm-hmm. Ik denk dat het absoluut geen kwaad kan om in Europees verband gezamenlijk munitie in te kopen en wapens. Ik denk dat je dan met een groep landen ook een sterkere onderhandelingspositie hebt tegenover producenten en andere landen. Bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat dat verstandig is. Maar waar de prioriteit ligt, wat mij betreft, voor de Nederlandse defensie, is echt de basis op orde krijgen. We hebben een heel groot personeelstekort van 9000 mensen bij defensie. En dan kan je materiaal aan gaan kopen wat je wil, maar als je niet de mensen hebt om dat materiaal te bemannen, dan hebben we een hele grote uitdaging. Van die 5 miljard die we structureel bij defensie bijplussen, gaat er slechts 500 miljoen gaat er naar de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Mm. En het grootste gedeelte, de coalitiepartijen die slaan zichzelf altijd op de borst, 20% extra erbij. Het grootste gedeelte daarvan, dat zijn toelagen. Als je nou echt kijkt wat er in loon bij komt, dat is dat om en nabij zo'n 8%. En dat is ook nog eens om goed te maken wat militairen in het verleden niet hebben gekregen. Mm. Maar toelagen is ook geld, toch? Ja, linksom maar rechtsom. Maar dat is niet wat mensen dus structureel in hun zak krijgen. Dat is bijvoorbeeld als je meedoet aan oefeningen of andere zaken. Ja. Dus wij zeggen echt, je moet de positie van die militairen verbeteren en het aantrekkelijker maken, want anders dan ga je nooit dat tekort van 9000 mensen inlopen. En daarom moeten dus meer van dat bedrag van 5 miljard naar verbeteren van de lonen. Met name de lonen aan de onderkant van de schaal, om het zo te noemen. Maar ook verbetering van kazernes. Die kazernes die deugen echt op dit moment nog niet. Daar hebben we wel dingen over gehoord, ja. En natuurlijk het piefpaf roepen bij een oefening. Ja. Alexander Hammelburg, ons breekijzer. Eigen defensie moet prioriteit hebben. Onze eigen defensie is de collectieve verdediging en afschrikking die we binnen de NAVO en met de Europese Unielanden ook weer binnen de NAVO in gezamenlijkheid hebben georganiseerd. Mm-hmm. Een land als Nederland, maar ook een land als zelfs Duitsland kan zichzelf niet in zijn eentje verdedigen op het moment dat er echt een heet conflict ontstaat en het land wordt aangevallen. Daarom als één wordt aangevallen, worden we alle aangevallen. En moeten we er dus voor zorgen dat we in gezamenlijkheid voldoende materieel hebben, voldoende munitie om een conflict af te wenden. Ten eerste de afschrikking en als het zo over komt, ook daadwerkelijk gewoon zorgen dat we ons grondgebied veilig kunnen houden in gezamenlijkheid. Mm-hmm. Nou, dan ontkom je er niet aan om dit in gezamenlijkheid ook te doen. Je ziet nu dat de Europese defensiemarkt eigenlijk geen defensiemarkt is. De Amerikanen die hebben een hele sterke defensieindustrie en die zorgen dat ze op dit moment nog steeds voldoende materieel produceren om een oorlog vol te kunnen houden en ook Oekraïne te kunnen blijven steunen. Mm-hmm. Wij als Europeanen kunnen dat niet, dus we moeten juist veel verder gaan in die samenwerking. Die grenzen, die barrières die er nu nog zijn, wegnemen. De nationale belangen van de Duitsers en de Fransen wegnemen en zorgen dat wij in gezamenlijkheid veel innovatiever worden, veel sneller gaan produceren. Ja. Echt gezamenlijk die markt een kickstart geven. Maar en de Europese Unie is daar een goede start mee. Maar dan ben ik benieuwd hoe jij dat concreet voor je ziet. Want iedereen heeft natuurlijk een bepaald bedrag wat hij inlegt. Hè? Ja. Gaat dat geld dan op de grote hoop en wordt er wapens gekocht en die worden dan netjes verdeeld onder de landen? Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat is een van de vele vormen van samenwerking. Op het moment dat je dat in gezamenlijkheid doet met grote en grove bedragen op Europees niveau, dus gezamenlijk die pot met geld. Mm-hmm. En je investeert dat in bepaalde producten, dan zorg je er ook voor dat die productiecapaciteit gigantisch gaat groeien. Dat is het aanjagen van die defensiemarkt. En dat betekent dus ook dat je met z'n allen steeds meer toegaat naar één soort wapen, één soort materieel. Dus dezelfde straaljagers. Standaardisering. De standaardisering, zoals dat heet in jargon. En dat is wel echt belangrijk, want we hebben nu zo gigantisch veel verschillende wapensystemen dat we soms ook gewoon helemaal niet meer met elkaar kunnen samenwerken om ons eigen grondgebied veilig te houden. Ja. Dus we moeten echt inzetten op die samenwerking. Dat is de enige weg vooruit. Zeker gezien de Russische dreiging, maar ook de opkomende dreiging van China. En hoe kijk je dan naar wat Stefan zegt over die mankracht? Dat is echt voor jullie volgens mij prioriteit nummer 1. Dat hier die 9000 militairen gewoon op orde zijn. Daar heeft hij gewoon gelijk in. Stefan heeft helemaal gelijk. Dat was ook een van onze eisen van D66. Op het moment dat we het gaan hebben over die extra miljarden voor defensie, dan begint dat bij personeel. Dat staat op nummer 1. Want Stefan, de analyse zonder mensen, geen veiligheid, kun je helemaal niets. En die tekorten van die bijna 9000 per jaar, dat is ook echt wel een grote opgave voor deze staatssecretaris om dat op te lossen. Maar de vraag is of we het gaan oplossen met de bedragen die we nu hebben gereserveerd. Dus van die 500, van die 5 miljard gaat de 500 miljoen, die gaat naar de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dat is voor een heel groot gedeelte is dat wat militairen in het verleden niet hebben gekregen, dat recht poetsen. Ja, koopkracht repareren. Koopkracht repareren. Dus wat we netto doen is een beroepsmilitair een paar honderd euro meer geven dan het minimumloon. Ja. En ik zeg, wil je echt mensen de krijgsmacht in helpen, dan moet je het attractiever maken dan dat we nu doen. Dus zou je er dan ook voorstander van zijn om te zeggen, van dat bedrag, van die 5 miljard, moet er meer structureel naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden en kunnen we het niet doen met die 500 miljoen die er nu voor staat. Dan kunnen we zaken met elkaar doen.
Nou ja, kijk, dat vind ik een uitstekende vraag. Maar Stefan doet nu net alsof een 500 miljard extra aan lonen heel weinig is. En er is net een cao gesloten met de vakbonden notabene, die echt wel ook heel tevreden zijn over wat hier gebeurt. En een hele herziening ook van het loonhuis, om dat zo te noemen. Dus vooral in de lagere regionen van het loonhuis gaan. Defensiepersoneel gaat er echt aanzienlijk op vooruit. En daar komt nog bovenop dat, net als defensiepersoneel, net als alle andere medewerkers in Nederland, je krijgt gewoon ook nu gerichte compensatie voor de energieprijzen. Dus er zit veel meer inkomenseffect in, ook voor defensiepersoneel. En dan zie je dat we nu gewoon echt naar die gelijktrekking zijn van ons defensiepersoneel met andere publieke sectoren, en zelfs een beetje meer dan dat, ook in het veiligheidsdomein, denk aan politieagenten. En we moeten ervoor zorgen dat het attractiever wordt, maar je wil ook wel zorgen dat iemand die bij defensie werkt net zoveel verdient als bij de politie, en dat je daar geen scheefheid in krijgt. En met z'n allen vind ik dat we inderdaad vooruit zijn gegaan. En dat ook een goede stap is geweest. Want het personeelstekort is niet alleen bij Defensie. Is ook bij de politie, ook in de zorg. Maar de vraag is of het genoeg is. En dat is wat ik ten zesde... Is het aantrekkelijk genoeg nu? Zeker met een oorlog op eigen continent. Is het nog een hogere drempel wellicht voor ouders? Hè? Hun kinderen willen misschien in het leger. Zou je dat dan niet afraden? Ja, maar er zit nog wel een ander component aan. Want Stefan gaat nu in op het loon. En dat is heel erg belangrijk. Maar hij heeft ook gezegd de huizing, hè, de legering. Waar slaap je en met welk materiaal ga je om? Als je nu met het werkveld gaat praten, dan zeggen alle militairen tegelijk, we willen wel weer meer loon, maar we willen ook zorgen dat we materieel hebben waar we mee kunnen oefenen. Dat we in onder een dak dat niet lekt slaapt. Dus heel je moet belangrijk. Het geld echt gewoon op verschillende domeinen inzetten. We gaan eventjes naar een aantal bellers, want die reageren natuurlijk op ons breekijzer. Eigen defensie moet prioriteit hebben. Maarten, goedemorgen. Hallo, met Maarten. Zeg maar. Ik vind dat eigen defensie geen prioriteit moet krijgen. Omdat één punt is, wat ik me heel erg aan stoor, is dat defensie een onderzeeboot wil gaan kopen. Ja. Nou, in die onderzeeboten zijn er pas 10 jaar, zijn ze er ongeveer. En die moeten weer allemaal aan Nederlandse specificaties gaan voldoen. Echt elke keer weer niet off the shelf. Ja, dus jij zegt, daar moeten we niet aan beginnen. Je moet gewoon meteen Europees investeren. Ja, wat ga je doen? Eén tank kopen met z'n allen. Gewoon, het wordt de Panther 2 in Duitsland. Het is geen nieuwere, geen modernere. Dus ja, er valt niet zoveel te kiezen. En blijf met je takken er vanaf. Gewoon. Ja. Ik kijk Alexander Hamburg even aan deze 60. En dan heb ik nog een tweede vraag aan meneer Hamburg. Kom maar. De oorlog in de Oekraïne. Dat kost zeker 500 man per dag. Dood, gewond enzovoort. Hoe ga je het oplossen met een legertje van 70.000 man? Dat kan niet met een dienstplichtig leger. Dat moet met een dienstplichtig leger, moet dat. Dus jij zegt, voer de dienstplicht weer in, want we hebben veel te weinig mensen. Helder, ik ga het voorleggen, Maarten. Dankjewel voor het bellen. Nou, snel even op dat laatste. Er zijn geen Nederlandse militairen in Oekraïne. Dat gaat ook niet gebeuren. Precies. Dus de dienstplicht hier in Nederland heeft er niets mee te maken. Maar stel dat Rusland verder aanvalt en we worden wel degelijk. Hè? Even hypothetisch, we moeten ons verdedigen. De dienstplicht is officieel niet afgeschaft. Hè? Wie doet het nog? Hè? Nee, maar kijk, op het moment dat je in een situatie terecht zou komen waar die dreiging steeds heter zou worden, en daar gaan we echt niet vanuit gezien de veiligheidsdreiging. Want onze afschrikking nogmaals is echt heel sterk. Hè? Binnen Nederland de NAVO echt heel sterk. Ze zullen zich wel twee keer bedenken voordat ze ons aanvallen. Maar voor dat geval zijn er natuurlijk scenario's denkbaar waarbij je dat die dienstplicht weer zou moeten invoeren. Maar daar zijn we helemaal niet. Nee. Die vraag over die onderzeeboten is wel een interessante. Want dat was ook altijd een ergernis van D66. Waarom? Nou, elke keer toeters en bellen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat die onderzeeboten er moeten komen binnen de NAVO. Als je het hebt over taakverdelingen, heeft Nederland echt een nichecapaciteit, een specialisme waarmee we ook ons Caribisch gedeelte van het Koninkrijk kunnen verdedigen. En dat is een grondwettelijke taak. Dus daar hebben we ze voor nodig. Maar dat off the shelf, daar ben ik het wel mee eens. En ik heb er ook voor gezorgd dat dat verhaal van die toeters en bellen er nu echt af is. En dat we naar een veel goedkoper en betaalbaarder concept gaan. Dingen zijn hartstikke duur, maar wel heel erg nodig. Altijd en overal alle BNR-podcast. Download de gratis BNR-app.